allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, ik heb de afgelopen twee dagen, eerste en tweede paasdag, niet gefilmd. Eerste paasdag zou ik nog met Joost wat opnemen. En wat gebeurt er? Joost heeft een gescheurde broek, dus dat ging niet door. Joost is zaterdag wel langs geweest. En is blijven pitten, want we hadden een lekker rummetje op. Ramon was er ook, was echt super gezellig. Bedankt nog Ramonski en bedankt Joost. En ja, het was echt een hele gezellige avond. Nou, dus de afgelopen dagen, ja, vandaag had ik eigenlijk geen zin meer. Het is vandaag 13 april 2020. En 13 april 2020 is altijd een heel apart jaar. Of een aparte datum is dat altijd. Dat komt omdat op 13 april 2012 is mijn vader overleden. Het is dus vandaag precies op de kop af. Precies 8 jaar geleden dat het gebeurd is. En ja. Het is niet echt dat ik er meer verdrietig om ben of zo. Maar het is toch even een dag dat je eraan denkt. Je denkt toch even terug naar 8 jaar geleden. Het verdriet, de pijn. Maar ja, inmiddels ben ik al zo ver dat het zoiets is van, ja, we gaan gewoon door met het leven, hoe moeilijk het ook is. Je vader verliezen is het ergste wat er is. Je vader en moeder verliezen. En moeder heb ik dan gelukkig nog. Maar mijn vader was zo ernstig ziek dat het op een gegeven moment gewoon, ja, ging het op een gegeven moment gewoon niet meer. Het was gewoon op. Zijn lichaam was op. En dat is dus ja, altijd even een moeilijke dag. Toch even een dag dat je eraan terugdenkt. 13 april. En ja, dat zal altijd wel zo blijven. In ieder geval is de tweede paasdag ook voorbij. En dat betekent weer dat ik weer aan het werk ga. En dan zou je denken van werken gaat. Ja, ik heb vorige week aangegeven dat ik toch weer wil gaan werken. Ik ben het thuis zijn zat. Ik ben ja, het niks doen zat. Ik ben alles eigenlijk een beetje zat. Op een gegeven moment heb je alles al een keer gedaan. Je hebt hele televisieseries gekeken, films gekeken. Eindeloos op de computer gezeten. Heel veel buitenvlossen opgenomen. Ja, alleen in bossen eigenlijk, omdat je verder niet kon filmen. En dan, ja, ben je het ongeveer na 3 weken ben je het wel zat. Dan heb je wel weer, ben je eigenlijk wel weer toe aan je vaste routine en je vaste gewoontes. En dat is voor mij werken. En ik zal blij zijn om morgen weer te gaan beginnen. Ja, het is toch gewoon weer lekker ouderwets, gewoon vroeg opstaan. En dat heb ik gewoon gemist. Je komt tegenwoordig, ja, ga je pas om 1 uur of 2 ga je je bed in. 2 uur, half 3 is het ook wel eens geweest. Je komt er pas om 12 uur, smiddags kom je er pas weer uitzetten een keertje. En ja, op een gegeven moment ben je dat gewoon beu. Ja, dat betekent wel dat er even voorlopig even geen buitenvlog zijn. Ja, in de weekenden weer. Ik heb nog 2 leuke locaties, die zou ik met Joost doen. Dat komt aankomend weekend, komt dat. Dat is even een weekje verschoven. Vanwege de, kapotte broek. En die ga ik dus zaterdag of zondag ga ik die opnemen. Als het goed is zou Joost ook dan komen. En dan zullen we die 2 vlogs alsnog opnemen. Ik heb een hele rits. Of nou ja, een hele rits. Ik heb nog 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6 en met deze erbij 7 vlogs nog, ja, nog 7 vlogs. Dus, ik ga ook weer gewoon de datums halveren naar 2 dagen, om de 2 dagen weer een vlog, om ja, die vlogs toch een beetje uit elkaar te spreiden, zodat ik wat meer ruimte heb
om weer nieuwe vlogs bij te maken. Deze komt er dan nog bij. Ik zal morgen ook even een vlogje opnemen hoe het geweest is. En ja, voor de rest, als ik dan weer de hele week aan het werk ben, dan zal ik niet elke dag weer een vlog opnemen. Dus ja, dan gaat het weer even de normale tijd, de normale periode gaat weer even in. Dat betekent wel minder vlogs. Maar op een gegeven moment zag ik ook wel dat de kijkcijfers een beetje terugliepen. Omdat het ja, een beetje elke keer hetzelfde was. Dus elke keer wel weer een park of wat anders was het. Ja, in deze coronatijd is het even niet anders. Ben ik echt van die plekken afhankelijk. En ja, voorlopig dan heb ik nog even een klein voorraadje heb ik nog. Die ik ga verspreiden om de 2 dagen weer een vlogje. En dan kunnen jullie toch weer de aankomende dagen kunnen jullie toch nog even vooruit met een paar leuke vlogs. Want ik heb er nog een heleboel opgenomen, buiten vlogs opgenomen. En ja, die gaan jullie van de week wel zien. Allemaal. Dus in ieder geval, ja, bedankt voor het kijken. In ieder geval, jullie weten het in ieder geval weer dat ik weer ga werken. En de oude, ja, gewoon weer het oude werk gewoon weer oppak. En ja, dat er even wat minder vlogs zijn. Maar ik denk dat jullie daar niet zo problemen mee hebben. In ieder geval, thanks for watching. Groetjes van deze kant. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Like deze video even met een duimpje omhoog. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij de volgende vlog. Groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, tot de volgende. Bye bye. Hoi.